aan locaties. Er worden door heel veel Arnhemmers wordt er meegedacht. Dat is superleuk overigens. En dat geeft maar aan hoe zeer het feest uit Varken leeft binnen Arnhem. En dat voelt heel erg fijn. En dat is als een warm deken natuurlijk. Waar gaat u dan heen? Nou, ik laat me niet uit over locaties. Wij hebben een studie gedaan een aantal jaar geleden naar plekken en waar mogelijkheden zijn. Waar werkt die goed? Waar is die mooi? Waar klopt die? Waar is het niet, waar wordt die niet zomaar neergelegd en is het, slaat het nergens op? Er zijn ook weer nieuwe inzichten in de tussentijd gekomen. Als die straks eenmaal weg is, dan is de urgentie ook meer daar om daar daadwerkelijk een knoop door te hakken. Overigens, die knoop doorhakken is niet aan mij, die is aan Alex van Hoofd, die is eigenaar. En ik ben maar de kunstenaar. Ik heb dit werk voor deze plek gemaakt. Het is ook een stukje stadsvernieuwing natuurlijk, dat wisten we toen al. Dus die pijn, die voelde ik natuurlijk al vanaf meet af aan. Maar nu is het wel zoeken naar een plek waar die weer hetzelfde kan aanstippen. En het is een werk wat moet verwonderen en waar mensen aan mogen zitten en misschien zelfs wel op kunnen klimmen. Weet je, dit is zo'n vet werk. Het moet ook geen functie hebben. Hè. Het moet gewoon kunnen verwonderen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. En daar zijn wij op zoek naar. Naar een plek die verwondert.